Jongere mensen, dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video van mijn kanaal. Games willen in deze video, zoals je al aan de thumbnail en de titel hebt gezien, gaan we met mijn stats en mijn locker weer laten. Let's fucking go! Nou, mensen, we zitten zoals je ziet in Fortnite. En ik heb deze video trouwens al een keer eerder gemaakt, dus linkje zou ook in de beschrijving staan van de vorige video. Uh, ik denk dat ik van plan ben om elke season dit te gaan doen. Zeg maar, uh, mijn stats te laten zien, uh, mijn locker, want er zijn ook weer nieuwe skins bijgekomen natuurlijk in deze season. En ja, laten we gewoon gelijk beginnen. Uh, we gaan natuurlijk naar mijn locker toe. En zoals je ziet, ik ben alweer level 100. Ik uh, ja, grind echt voor die level 100 elke season. Ik heb het nu drie keer gehaald. Of twee keer. Nee, drie keer volgens mij al. En de eerste season, uh, ja, was ik gewoon niet zo goed. Dus daar heb ik het gewoon niet kunnen halen. Laten we maar gewoon beginnen bij Lokker. Uh, ja, de banners, ik weet niet. Het boeit volgens mij niet echt. Het enige wat ik uh, anders heb dan. De normale Fortnite-spelers is... Dat ik hier zo'n speciale Fortnite F-bandage heb. Maar die kon je toen een keer aanvragen of zo. En ja... Die hebben we gekregen, maar ik gebruik hem eigenlijk nooit, weet niet. Ik vind hem, ja, hij is wel cool, maar ik gebruik eigenlijk gewoon altijd deze draak. Nou, laten we maar gewoon beginnen natuurlijk bij mijn locker qua skins. Natuurlijk, um, zoals je hier ziet, heb ik mijn favoriete skins natuurlijk aangevinkt met zo'n uh, dingetje. En ja, dit zijn mijn favoriete skins op dit moment die ik gewoon het vetste vind. En dat is natuurlijk de vrouwelijke Omega, de Oblivion, als ik het goed uitspreek. Natuurlijk, de Omega, die is gewoon... Dit, dit is gewoon de skin. Ik vind deze echt sick. Uh, Riep uh, Raptor. Uh, de Tricera. Op. Deze heb ik niet zo lang al. Maar ik vind het super chill spelen. Rood is natuurlijk mijn lievelingskleur. Dus daarom vind ik deze keer heel dope. Natuurlijk de schooltrooper die iedereen wil. En echt in elke screen krijg je het keer op keer te horen... Yo Dylan, speel met die schooltrooper. Ja, ik heb deze skin natuurlijk al sinds season 1. Dus voor mij is hij niet echt speciaal meer. Hij is natuurlijk fucking dope. Ik vind gewoon zwarte skin sowieso echt ziek. Gewoon dat je dark bent. Dat je niet zo um, zichtbaar bent in de potjes. En op zich, het ziet er ook wel gewoon gevaarlijk uit. Weet je, schooltrooper. Iemand ziet hem en die denkt van gelijk... Oké, okay, deze kerel speelt al lang. En dat is natuurlijk wel een voordeel van deze skin. Je wordt wel gewoon goed ingeschat. Natuurlijk hebben we de Renegade uh, Raider. En ja, dit is dezelfde skin als uh, ja schooltrooper. Hij is ook heel oud. Uh, ja, ik vind deze persoonlijk ook gewoon chill om te gebruiken Meestal gebruik ik altijd de wings uh, erop het dit is ook gewoon een van mijn lievelingskins Speelt chill, is super dope Nou, uh, de rest, uh, ja, ik kan wel alles gaan opnoemen Maar ik kan wel gewoon even in, gewoon een keer langs met z'n allen natuurlijk Je ja, hebt de fate, deze vind ik wel dope trouwens uh, Deze was ik, maar ja, iedereen, ik, ik hou niet zoveel van skins die zeg maar iedereen hebben, weet je wel Ik hou een beetje van die skins van, uh, oh shit hè, die is best wel speciaal nou, dat is deze gewoon dus niet. En natuurlijk de Love Ranger voor de mooie wings die erachterop zitten. De power Short is ook nog best wel speciaal. Niet, niet iedereen heeft die en ik heb hem ooit gekocht. Maar ja, ik gebruik hem eigenlijk nooit. Um, de Raven, hij is vandaag weer in de shop gekomen. En ik had hem eerst verkocht. Maar toen dacht ik van, die backpack. Ja, die speelt chill ook vooral op andere skins. Ik vind de Raven zelf, ik vind het een coole skin. Maar al die fratsels en shit vind ik niet zo chill spelen. Ik vind het niet echt de mooiste skin ik heb hem alleen puur weer gekocht voor de backpack. nou uh, de red knight, de red knight uh, ja die had ik op uh, zeg maar hij kwam er voor het eerst in samen met uh, hoe heet die andere skin Dat was even zoeken deze de shadow ops en de red knight kwamen uh, voor het eerst in de game. toen had ik ze allebei gekocht dat was duur dat was echt iets van ja, wat is het? 40 euro voor die tijd was gewoon. Ja, je moest. Uh, deze was iets van 1200, dacht ik. Of 1500, I don't know. En deze was 2000. Nou, de, ik had ze allebei gekocht. Ik vond ze fucking sick. Dat waren eerste... Ja, de eerste paar skins die erin kwamen. Deze, waren, deze was echt sick. Dus uh, die had ik toen gekocht. Nu is die ook weer in de shop gekomen. Dus uh, dat is puur de reden dat ik hem nooit meer gebruik. Omdat hij. Die... Gewoon, iedereen heeft hem nu bijna. Nou, John Wiggle natuurlijk. En de rest, ja. Battle Pass-skinnetjes. De Wukong. Ik heb hier en daar gewoon wat skins gekocht. Ik heb ook heel veel skins gekocht waar ik eigenlijk best wel spijt van heb. Bijvoorbeeld deze. Wukong vind ik echt niks. Deze ski-skins gebruik ik ook nooit. De Funk Ops gebruik ik ook niet. Deze vind ik wel sick. Deze, ja, Battle Pass. Nou, die krijg je er gewoon bij. En deze. Ik weet niet wat mij bezielde. Ik wou hem gewoon een nieuwe skin kopen. En ik dacht, oh, deze heb ik nog niet. Dus ik koop hem. Maar ja, ik ga gebruik hem nooit. En dan ga ja, voor de rest. Ik heb ook. Dit, dit vind ik wel sick. Ik vind juist de wat minder speciale skins het coolst. Gewoon deze. Gewoon die, die gave clean skins. Gewoon die tryhard skins, zeg maar. En ja, daar heb ik er gewoon een paar van. Ik heb ook natuurlijk de scare skins. Uh, ik heb niet de koekjes. Dat, die waren nog wel vet geweest om te hebben. Uh, de jungle scout vind ik ook heel dope. Uh, de commando en deze gebruik ik nu heel veel. Survival specialist. Die heb ik ook al trouwens toen ik voor het eerst in de game kwam. Dus uh, ja, dit was mijn lokker qua poppetjes. En dan gaan we nu maar naar de backpacks. Ja, het is gewoon legit alles wat een backpack heeft. Net, dat zit hier dus bij. zijn dus alle backpacks natuurlijk van alle skins. Die heb ik nu ook de caves erbij. Dus dat is wel sick. En ja, voor de rest, ik gebruik alleen die maar een paar. Dus deze niet, deze wel. Deze vind ik ook niet echt leuk en mooi om te gebruiken. Dus ja, op dit moment gebruik ik gewoon de, de Ravens backpack. Die vind ik wel dood. De pickaxes heb ik ook. Ik heb best wel veel pickaxes, zoals je hier ziet. Natuurlijk, uh, die, die moeten we wel even als favorite. Natuurlijk de Reaper. De zij is natuurlijk die iedereen nog wil hebben. Dit ding is echt gewoon perfect. Dit is gewoon chill. Dat was ook een van de eerste echt vette pickaxes natuurlijk. Uh, je hebt ook uh, deze die hetzelfde geluid maakt als de reaper. Dus ja, komt deze er ooit in? Je kin. Hey, hij maakt hetzelfde het geluid als uh, de reaper. Dus dan weet je dat. En voor de rest, ja, alleen de plunger en deze en de Pix squeak gebruik ik. Voor de rest, ja, nee. Dat, voor de rest gebruik ik echt niks. Ik, alleen deze drie gebruik ik eigenlijk. Dus ja, dat zijn mijn mooie pickaxes natuurlijk. En dan hebben we de gliders. Ik heb ook best wel wat gliders. De raven glider vind ik het vet. omdat hij gewoon donker is en gewoon cool uitziet. Ehm, um, ja, daarentegen, deze vet. Ja, dan heb je hier weer zo'n uh, dino-ding. Nou, hartstikke leuk en aardig. Ik heb ook een paar hele oude gliders, bijvoorbeeld deze. Moest je toen level 25 zijn of zo, dacht ik. En dan kon je deze halen. Echt begin in de game. Dus dat was wel sick. Dus ja, daar ben ik ook zeker blij mee. En uh, voor de rest, uh, ja, ik heb heel wat dansjes. Oké, okay, ja. Oh, zoals je ziet heb ik natuurlijk immens veel dungeons. Elke van de battle pass, maar ook allemaal gekocht. Ik vind dungeons gewoon super sick in de game, dus daarom koop ik ze vaak. Dus ja, dat is op zich al, al mijn dinges. Ik, um, ja, ik ga mijn stats qua wins. En uh, ja, gewoon levels uh, en XP en uh, kills en dat soort shit ga ik gewoon laten zien op een andere site. Dus daar gaan we nu heen. Zoals je hier ziet jongens, zijn we nu aangekomen op een uh, website genaamd Fortnite Tracker natuurlijk. Waar je je stats en andere stats en leaderboards van landen en over de hele wereld kan zien. En ja, ik kan natuurlijk uh, mijn Season 4 stats zien hier. Is een 5.05 kd, dat is natuurlijk super hoog. En dat vind ik gewoon een goed KD. Uh, lifetime is namelijk ja, bijna 4. Vandaag is die iets omhoog gegaan. Uh, maar dit KD, dat is zo lastig om omhoog te gaan. Dat is echt niet normaal. Want ja, ik heb in season 1 dus echt verneukt. En de laatste twee seasons heb ik pas echt um, ja, hoe ik nu speel laten zien. Zeg maar. Dus uh, ja, season 4 is natuurlijk 5 kd'tje, Best wel veel kills, 6. 03 k kills. Dat is super ziek. 19 win Ook prima. Bijna 300 wins in deze hele season. Dus dat is best wel... Uh, ...dat is best wel chill. Ik heb natuurlijk... Uh, ...hier zie je dat ik... Uh, ...ja, ik, volgens mij moet je naar de rank kijken. Zoveel ze zei van de wereld, zeg maar. Dus ik sta bij, ...ik sta 3.000ste van de wereld in squats. Dus dat is hoog. Aangezien er... Tering. Veel mensen die spelen. Miljoenen mensen. En ik zei gewoon 3000. Dat vind ik best wel sick. 10.000 in uh, duo's. En 14.000 in uh, solo's. Solo's is heel moeilijk om hoog te komen. Nou, squats blijkbaar niet dus. Want ja, ik ben niet echt heel goed in squats. En ja, voor de rest, kijk. Trouwens, ik had hier echt ziek. Er was een uh, duo win met uh, Romy. Die was doodgaan. ik had nog 19 kills. Dat was echt sick. En uh, ja, hé. Hey, drie winnetjes achter elkaar. Dat was super dope. Dus ja, dit zijn mijn Season 4 stats. Best wel chill. En Lifetime stats... Ja, hier, hier kijk ik zeg maar altijd naar. Nou, de, hoe heet dat? We hebben 818 wins. Ik persoonlijk vind dat dat supergoed is. Maar hey, ik ben een PC-player. Dus er zullen vast mensen reageren nu onder de, uh, in de comments. Hey, ik heb er al duizend of even hoeveel je hebt. Maar PS4 is sowieso makkelijker trouwens voor winsthalen consoles. Dat merk je gewoon. PC is gewoon veel meer uh, bouwen. En dat soort files. Weet je wel. Je kan dus niet iemand gewoon in het open neerschieten. Maar die gaat gelijk bouwen. Dat is natuurlijk het nadeel aan PC. Maar hey, 818 wins. Ik ben er zeker tevreden mee. Ik zei blijkbaar dus 3000 van de wereld met mijn wins. Oké. Okay. Dus uh, ja. Dat is super dope. We hebben ook iets nieuws in deze site gedaan. En dat is die legend. Je hebt een soort van rank iets. Dus als je... Uh, kijk hier zie je dat. Legend, legend, legend. En je hebt dat ook uh, lager zeg maar. Dit is het hoogste volgens mij legend. Ben ik weet niet zeker trouwens. Dus ja, hé, hey, dat is super dope. Um, ik heb in totaal... Oké, okay, we gaan richting de 20.000 kills. Dat is knijtertje veel. Als je beseft uh, dat je per potje nou... Solo potje de 10 kills iets minder, iets meer soms haalt. Is dat echt knijtertje veel. Dus dat is super dope. 14.20 winpercentage. Nou, het is niet te verkeerd. Het kan beter. Maar ja, dat is gewoon... Het kut is gewoon... Ik heb nooit een nieuw account gemaakt. Ik speel gewoon sinds Season 1. En op zich weet je... KD, winpercentage, kills... He. winst vind ik trouwens wel leuk. Dan kan je wel echt zien van... Kijk, deze kerel had veel winst. Natuurlijk kan je ook winst halen met één kill. En ja, ik ben totaal niet zo'n persoon die echt één kill haalt. En um, we kunnen trouwens ook even naar leaderboards gaan. Dan kunnen we even... Kijk, PC. Nou, Ninja staat op nummer één. Oh, die is wel heel erg uitgelopen op Svenos. De Nederlander die op nummer één stond van PC. Ik kijk wel op PC, want PS4 ga ik niet vergelijken met mij. Want dat is uh, anders. Dan kunnen we even naar Nederland gaan. Even scrollen, scrollen, scrollen. Even scrollen, scrollen, Netherlands ook, oh. zag hem hier, Netherlands. Nou, bij wins, euh, ja, die loggers zijn natuurlijk op nummer 4. Nou, ik, euh, ja, die heeft 17, die heeft gewoon bijna 1000 wins meer dan ik, dus ja, dat, 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 ik, kan, ik moet gewoon heel ver naar beneden scrollen. Nou, wij staan ergens op de 49ste plek van Nederland met wins, uh, van per se natuurlijk, dus dat is super dope. En van Gelderland kunnen we ook zien, dat is natuurlijk de provincie waar ik in woon, euh... Gelderland. Nou, voor Gelderland sta ik dus gewoon op nummer 5 met winst. Dat is super dope. Ook gewoon echt een paar, echt gewoon duizend plus winst. Dat is wel sick. Dus ik sta vijfde van Gelderland. Dat is best wel sick. Dat, is, uh, hey, dat vind ik prima. Dat is leuk. En ja, voor de rest. Ja, wat kan ik nog meer laten zien aan mijn stats? Gewoon, we hebben het gewoon goed gedaan. Het gaat gewoon lekker. Ik ga natuurlijk grinden voor die duizend winst. Dat lijkt me echt super dik. En ja, ik ben ook hyped voor trouwens de nieuwe season. Dat wordt echt sick. En natuurlijk de Battle Pass gaan we weer aanschaffen. En volgens mij komt die niet van. Vandaag loopt die, is die, zeg maar, afgelopen. Naar 22 uur. En dan is dat morgen, dus. Dat er, zeg maar, een dag zit dat er niks is. En dan volgens mij vrijdag, denk ik. Dat de nieuwe season, of de nieuwe Battle Pass begint. En uh, ja. Oké, okay, dus we, dan gaan we gewoon lekker linken grinden natuurlijk. Onze level wordt weer gereset, helaas. Maar op zich, ik ga deze gewoon grinden naar de 4kd, dat ze super dope zijn. En ik wil jullie natuurlijk super erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je deze video leuk, vergeet niet zeker even een duimpje omhoog te doen, dat ze super dope vinden. Vergeet ook, niet even, zeker, vergeet ook niet even zeker te abonneren op mijn kanaal, als je dat nog niet hebt gedaan. Check ook even mijn social media's hier in de beschrijving, dat ze super dope zijn. En dan zeg ik, tot bij de volgende video, jongens. Later, mensen.